Duizenden oude koperen centen zijn door het Nederlandse volk sinds 1947 bijeengebracht voor de klok van het Nationaal Legermonument op de Grebbeberg, die enige weken geleden in een klokkengieterij in Asten werd gegoten. Zij zal in de toekomst bij de nationale herdenkingen in Rhenen luiden. De burgemeester van de gemeente Rhenen, jonkheermeester Bos, ridder van Rozentaal, was bij het gieten van de klok aanwezig en wierp nog een paar laatste centen in de gloeiende metaalmassa. Hierna werd de klokspijs uit de smeltpan in de vorm gegoten. Het gieten van de klok en het vervaardigen van de klokkenstoel werden bekostigd door de drie Nederlandse klokkengieterijen. Het Nederlandse volk bracht aan koperen centen ruim 27.000 gulden bijeen. Het hele monument werd op de Nationale Herdenkingsdag door het Comité voor de Koperen Centenactie overgedragen aan de Nederlandse staat. Bij het monument tegenover de 7 meter hoge gedenknaald legde zijn excellentie minister Staf een krans ter ere van de vele militairen die voor het vaderland hun leven verloren in de ongelijke strijd tegen Duitsland in mei 1940 en die door het Nederlandse volk nimmer vergeten zullen worden. Minister-president Dr. Drees heeft in Enschede een monument onthuld ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers in deze gemeente. Het is een groep van 10 bronzen beelden, waarvan elke voorstelling herinnert aan de oorlogstijd. Aan het ondergronds verzet, aan de gijzelaars, aan de concentratiekampen, aan de jodenvervolgingen, aan de slachtoffers van de bomaanvallen. Ook de Nederlandse militairen worden door een suggestief beeld geëerd. Men beschouwt algemeen dit monument van de beeldhouwer Mari Andriessen als zijn meest indrukwekkende schepping.